Wisten jullie dat de bouw minder snel vooruit gaat in de economie dan elke andere sector? Behalve dat, 10% van de kosten die gemaakt worden in de bouw zijn faalkosten. Dat komt neer op meer dan 6 miljard euro. Wat projectontwikkelaars kunnen doen om de faalkosten te minimaliseren, daar gaan Andrea Andreevic en Jasper Spiegeler, oprichters van OMRT, ons meer over vertellen. Faalkosten in de bouw kan je in tweeën splitsen. Eigenlijk totdat een vergunning wordt aangevraagd in het ontwerpproces en na de vergunning richting een bouwproces. Voor de vergunning in het ontwerpproces gaat communicatief heel veel fout tussen stakeholders. Na de hand zijn er heel veel producten die geproduceerd worden die geen plek vinden op bouwplaatsen en dus minder efficiënt worden ingestoken. Je kunt de faalkosten minimaliseren door middel van 3 facetten. De eerste is door het proces integraal te benaderen. Dat betekent eigenlijk dat je meerdere aspecten die je kunt berekenen, zoals de financiën, de energie, het comfort of de duurzaamheid, dat je die tegelijk berekent en zo deze middels elkaar kan uitbalanceren. De tweede is het visuele aspect. En daarmee betrek je eigenlijk de minder technisch onderlegde ook bij het gesprek. De derde is door middel van het gebruiken van de computer op een slimme manier, kan je eigenlijk op een heel vroeg stadium al iets zeggen over al deze facetten. Dus daarmee kan je al op een hele vroege wijze kan je gaan sturen wat normaal eigenlijk aan het eind gebeurt. En dat levert dus heel veel faalkosten op. Duurzaamheid is belangrijk in dit verhaal omdat je op voorhand wil weten wat de prestaties van je gebouwen zijn. Net zoals dat je wil weten wat de kosten zijn op voorhand van je gebouwen, wil je ook weten hoe goed het presteert. En het is helemaal mooi als je kan voorspellen met de materialen die beschikbaar zijn in de markt, in hoeverre je met die materialen een gebouw kan ontwerpen. Daarmee reduceer je superveel kosten, maar ga je ook enorme verspilling tegen.